Hoeveel kost mijn werknemer mij concreet? Hoeveel kost mijn werknemer me concreet? Je denkt erover na om personeel aan te nemen. Top. Uiteraard komen daar heel wat vragen bij kijken. Met als hamvraag, wat zal je werknemer je concreet kosten? Om te starten bestaat een loonpakket uit verschillende componenten, met het bruto loon als basis. En op dat bruto loon betaalt de werknemer sociale zekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing of een voorschot op zijn inkomensbelasting. Wat overblijft is zijn nettoloon. Het nettoloon hangt af van de gezinssituatie van je medewerker. Je spreekt daarom altijd een bruto loon af als je iemand in dienst neemt. Maar het bruto loon is niet je volledige loonkostenplaatje. Je betaalt minstens 25% patronale RSZ-bijdrage en 32,40% als je in de social non-profit sector actief bent. In bepaalde situaties kan je echter genieten van kortingen. Naast het bruto loon moet je ook nog rekening houden met andere kosten, zoals vakantiegeld, een premie voor arbeidsongevallenverzekering, kosten voor externe dienst, preventie en bescherming, beheerskosten van het sociaal secretariaat, werkingskosten zoals pc, smartphone, werkkledij enzovoort en de eventuele terugbetaling van het woon-werkverkeer en andere kosten. Andere extra legale voordelen zijn afhankelijk van het statuut van je werknemer, bediende of arbeider, en de sectorale regelingen. Je zal dan op basis hiervan elk jaar bovenop het loon ook een eindejaarspremie, maaltijdchecks, ecochecks en of andere premies verschuldigd zijn aan je werknemer. Pas als je al deze elementen samenbrengt, dan ken je het totale kostenplaatje. Tip, profiteer van premies, subsidies of kortingen op de werkgeversbijdrage en laat je adviseren door je sociaal secretariaat. Een volledig overzicht van alle mogelijkheden? Vraag een gratis loonkostensimulatie aan voor je eerste werknemer.